Een lampje, een weerstand, die twee dingen hebben we nu gehad. Maar een normale elektronische schakeling zit bomvol met ook andere componenten. Daar gaan we deze keer eens wat nader naar kijken. We beginnen met een schijnbaar normale weerstand. 6 volt, 60 mA, dus de weerstand is 6 gedeeld door 0,06 is 100 ohm. Maar wat gebeurt er als we nu deze weerstand gaan verwarmen? Dan zul je zien dat de stroomsterkte een derde wordt, van 60 naar 20 mA. Dus is de weerstand 3 keer zo hoog geworden. We hebben hier te maken met een temperatuursgevoelige weerstand. En deze temperatuursgevoelige weerstand die heeft als eigenschap dat bij een hogere temperatuur ook de weerstand hoger wordt. En we noemen dat een positieve temperatuurscoëfficiënt. Bijna alle metalen hebben een positieve temperatuurscoëfficiënt. Eigenlijk de enige uitzondering is constantaan. Constantaan die is ideaal eigenlijk voor het maken van weerstanden, want die blijft bij verschillende temperaturen dezelfde weerstandswaarde houden. Er zijn wel andere materialen, bijvoorbeeld grafiet, silicium, germanium, en die hebben een andere eigenschap, namelijk als daar de temperatuur stijgt, dan wordt de weerstand juist lager. We noemen dat een negatieve temperatuurscoëfficiënt. Het symbool voor een temperatuursgevoelige weerstand is de weerstand zelf en dan zo'n streepje doorheen met een minnetje of een plusje. Minnetje, dan is het een NTC, een plusje, dan is het een PTC. Je kunt hier natuurlijk gaan meten met diverse temperaturen welke weerstand erbij hoort. En bij een NTC hoort dus zoiets, een oplopende temperatuur, dan zie je dus dat de weerstand naar beneden gaat. En dat kun je in een grafiek zetten. En zo'n grafiek, dat wordt een eikdiagram genoemd. Dus bij een NTC of een PTC hoort een eikdiagram. En bij zo'n eikdiagram kun je dan de temperatuur aflezen. Dus stel je voor, je meet dat de weerstand 600 ohm is. Dan kijk je in het eikdiagram en dan zie je van, hé, dan moet dus de temperatuur hier ongeveer 7 graden onder nul zijn. Je krijgt zo een elektronische thermometer. De volgende component. Ook hier weer een weerstand, 500 ohm, maar als je hem nu gaat beschijnen, er komt licht op, dan zal de weerstand afnemen naar 100 ohm. We noemen dit dus een lichtgevoelige weerstand, oftewel een LDR, een Light Dependent Resistor. Je hebt hier maar één soort van, namelijk als er licht op schijnt, dan daalt de weerstand. Je hebt dus niet een weerstand die andersom is, dat die met licht meer weerstand geeft. Dus een LDR, een lichtgevoelige weerstand, en de weerstand die neemt af als er meer licht op schijnt. Hier is een symbool voor de LDR. Ja, je hebt een weerstand en daar schijnt licht op. Je komt ook zoiets wel tegen. Dit is voldoende om deze te tekenen. Als je zoiets tegenkomt, dan betekent dat de LDR is afgeschermd tegen licht van de buitenwereld. Dus je krijgt hier alleen maar licht erop die je daadwerkelijk erop schijnt. En LDR die ziet er ongeveer zo uit zoals hij hier staat beschreven. Zo kan hij dus worden gesoldeerd op een elektronisch schakelbord. Dit is het symbool voor een heel apart component. Want hierbij kun je een stroom doorheen laten gaan. Nou, die stroom gaat gewoon er doorheen. Maar als je op wilt laten stromen, dan lukt het niet. Dit is dus een component. En die component ziet er in het echt zo uit. Ja, en het streepje, dat komt dus overeen met deze streep zo. Deze component heeft dus de eigenschap dat hij maar in één richting de stroom door laat gaan. Dit is een diode. De diode is in feite een ventiel voor de elektriciteit. Ja, hij laat de stroom maar naar één kant door. De ene kant een lage weerstand en de andere kant juist een hele hoge weerstand. Hier heb je een toepassing. Wat denk je? Welk lampje zal gaan branden hier?
Ik heb hier een spanningsbron en de plus is de linkerkant, min is die kant, dus er gaat een stroom lopen naar links toe en bij rechts komt hij weer door. En die stroom gaat natuurlijk door de hele schakeling heen, dus je gaat die kant proberen op te lopen, maar je ziet bij die diode zal de stroom niet kunnen gaan lopen, want die diode staat zo in sperrichting. Hij spert de stroom, hij laat hem niet door. En dus zal het rode lampje gaan branden. Je kunt dus hiermee checken van, hé, wat is de plus- en minkant van de batterij. Andersom, ja, als je plus en min omdraait, dan gaat het groene lampje branden. Een diode en lampje kun je ook samen nemen. Een diode die tegelijk ook een lampje is, dat noemen we een LED. Een LED-lamp is dus in feite een diode die gaat branden als er een stroom doorheen gaat. Dat is ontzettend handig, want een LED gaat bijna niet stuk, heeft een lange levensduur dus, en hij geeft weinig warmte af vergeleken met een normale gloeilamp. Dus hij heeft een hoog rendement. LED ziet er behoorlijk ingewikkeld uit als je hem intern zou bekijken. Je hoeft deze ding niet allemaal te kennen hoor, maar ik wil er wel even op wijzen. Dus er zit geen gloeidraad in of zoiets. Het is echt een heel ander principe dan een gloeilamp. Hier zie je een toepassing van een LED-licht. Die kun je gewoon in je huiskamerspot doen. Ook in de auto-industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van LED-lichten. Tegenwoordig ieder achterlicht bij een auto wat met LED-lichten gedaan, en ook in de belichtingstechniek was steeds meer gebruik gemaakt van LED's vanwege de energiezuinigheid, en geen warmte betekent dus dat het ook gewoon veiliger is met het werken daarmee. Het was weer spannend genoeg. Tot ziens.